Al 3 jaar lang sporten Bianca en Mariette op maandagavond in de fitnesszaal. Om een goede conditie te krijgen, maar ook om even gezellig met een groepje bij elkaar te zijn. Na een paar minuten sporten verschijnen de eerste zweetdruppels al op hun voorhoofd. Nou, ik zit altijd op maandag, op maandagavond altijd op sporten in Edeveen. En dan doe ik, nu zit ik op home trainen en dan doe ik wel eens hardlopen en roeien doe ik wel eens. En steppen geloof ik. Zoiets heet dat zo, hè? Ja? Steppen. En dan ga je met je benen, beweeg je en met je armen. Nou, ik ben nu wel een beetje moe aan het worden. Ja. En de leiding is Tieme en Jacob. Die helpen ons met aandoen. En ze doen een beetje af en toe een beetje raar. Die Tieme doet een beetje raar, af en toe. Maar wel leuk raar. Dat wel leuk. Oké, dames en heren, we krijgen weer een opmerking over ademhaling net, van Gerda. En het is goed om dat weer even te herhalen. Gewoon doorgaan lopen, gewoon doorgaan met bewegen. Waar we op letten is dat we niet onze mond dicht houden, maar we halen de kracht uit de, Bianca, uit de mond. Uit een heel langzame uitademing, precies. Nou, je moet extra opletten, want ze hebben beperkingen, zeg maar. Door hun beperking kunnen ze eerder blessures ontstaan, waardoor je juist extra begeleiding nodig hebt, waardoor je vaak ook beter oplet van hoe ze de bewegingen en de oefeningen uitvoeren. Ik denk dat ze het zelf minder goed aangeven. Ze zijn altijd vrolijk en als ze een klein pijntje hebben, dan denken ze, oh, klein pijntje, dat komt de volgende keer wel en dan moet je er echt uit vragen eigenlijk. Daar komen ze niet zelf mee. Ik denk dat dat vooral een valkuil is waar je op moet letten. Niet te hard sporten dus. Mariette en Bianca hebben daarom hun eigen programma. Zij beginnen meestal met het roeien. Nou, dat hebben jullie nu ook gezien. Vaak doen ze dan lopen, cross trainen of fietsen. Maar mogen ze eigenlijk een keuze uitmaken. Dan kiezen ze altijd eigenlijk al één startapparaat waarmee zij beginnen. Dat vinden ze het makkelijkst. En dan eigenlijk is het een warming-up. Daarna maakt het eigenlijk steeds moeilijker. We laten wel heel veel aan hunzelf over. We proberen hun te laten kiezen van hoe zwaar zetten we het nu. Ben je nu moeier of gaat het juist heel goed? Dan zetten we het juist wat zwaarder. We proberen ze eigenlijk wel zo ver te krijgen dat ze echt met een boei eigenlijk weggaan. En dat lukt meestal wel hoor. Ja, ja. Rode boei of niet, een eindsprintje zit er altijd in.